Voortgaande op de vorige les gaan we het nu hebben over het vermogen, monofasig, dus meestal residentieel, dat er aanwezig is. We vertrekken van de stroom en we gaan naar het vermogen door dit te vermenigvuldigen met de spanning. Allereerst gaan we de eenvoudigste bekijken, dat is resistieve verbruikers. De voorbeelden die moet je kunnen opnoemen en bekijken. Wat kunnen we constateren? De stroom en de spanning die zijn in fase. En dat wil dus zeggen gelijktijdig, maximum, minimum en nul. Wat gebeurt er eigenlijk als we de formule van het vermogen toepassen? Dan gaan we zien dat we telkens een positief resultaat krijgen. Als de spanning 0 is, zal de stroom ook 0 zijn, dus hij gaat naar 0. Maar als de spanning negatief is, is de stroom ook negatief. Min maal min maakt terug plus. Dus dat is een heel belangrijke constatatie. We krijgen een positief vermogen. Alle elektrische energie die wordt aangeleverd, gaat ook omgezet worden, bij weerstand is dat meestal warmte, in een andere energievorm. Wat kunnen we ook constateren? We hebben hier één periode van de sinus en we krijgen twee periodes van het vermogen. Dit herhaalt zich. Dus hier hebben we dus één periode van het vermogen. Dus de frequentie van het vermogen gaat eigenlijk de netfrequentie zijn maal 2. Dit zijn verschillende voorbeelden van resistieve verbruikers. Hoe weten we dat ze resistief zijn? Dat kunnen we dus meten inderdaad met de scope. Gaan kijken de spanning en de stroom. Als we die meten dat die mooi in fase zijn, dan zien we de golfvorm. Niet iedereen heeft natuurlijk zo'n scope. En voor een gewone bewoner van een huis, residentieel, is dat meestal ook niet handig om daarmee te werken. Er zijn in de handel metertjes ter beschikking, waar we dus de cosinus phi zien verschijnen en waar we dus een meting kunnen doen of dat de verbruik resistief is, capacitief is of inductief is. Als die resistief is, is de cosinus phi gelijk aan 1 of 100%. Inductief verbruiker. Wat weten we daarvan? Dat de stroom naijlt op de spanning. En als we dan het vermogen berekenen, dan krijgen we hier iets heel speciaals. We gaan zien dat we hier onder 0 gaan. We krijgen een negatief vermogen. En hier hebben we een positief vermogen. Terug opnieuw, dit herhaalt zich in een periode van 1 sinus. Dus we kunnen ook zeggen dat een frequentie van het vermogen het dubbele is van de netfrequentie. Het negatief vermogen is hetgeen wat we dus eigenlijk helemaal niet willen. Ja. Dit wordt niet gebruikt om te zetten in actieve energie, zoals bij de weerstand. Alleen het gedeelte dat er positief is, zal bijdragen dat bij een motor dat die dus kracht kan leveren. Het negatief gedeelte wordt gebruikt om het gedeelte van de motor te magnetiseren. Dat hangt dus af van de verbruiker hoeveel dat gaat zijn. Dat kan meer of minder zijn. Als het een heel agressieve, inductieve verbruiker is, zal er natuurlijk meer zijn. Dat hangt ervan af of dat er meer spoelen zijn, hoe dat die ingebed zijn in het metaal, welk soort metaal dat er gebruikt wordt, enzovoort. We krijgen dus een magnetisatie of een blindstroom. Dat is de rode pijl. En die zorgt ervoor dat we dus reactieve energie hebben. Dit is onze wattstroom, of joulestroom, die wordt volledig omgezet in warmte. Ja. En als resultaat krijgen we dus die schuine lijn. Dat is hetgeen wat de elektriciteitsleverancier moet leveren. Dus om dit te bereiken, gaan we een hele grote stroom moeten aansturen. Het spreekt voor zich dat een elektriciteitsleverancier dit niet graag ziet. Koppelen we dat terug naar de vermogen door te vermenigvuldigen met de spanning, dan zien we hier onze vermogen driehoek verschijnen. Ja. Het
resistief gedeelte is het nuttig vermogen en ligt dus horizontaal. Het inductief gedeelte is verticaal en noemen we het reactief vermogen. En de schuine zijde noemen we het schijnbaar vermogen, dat dus de elektriciteitsleverancier moet aanleveren. Wat willen we bereiken? Dat die schuine pijl eigenlijk zo horizontaal mogelijk komt en eigenlijk de hoek phi zo klein mogelijk wordt. Ja. Capacitief verbruiker, dan hebben we de andere. De stroom ijlt voor op de spanning. Ja. En we krijgen net hetzelfde als voorheen. We krijgen ook een grote schuine lijn. En dat is het energie die de elektrische centrale moet aanleveren. Dus zowel bij capacitief als bij inductief verbruiker hebben we dus reactief vermogen. Dat is het verticale gedeelte. En in dit geval ijlt dit voor op het wattvermogen dat je horizontaal ziet. Er zijn een aantal formules wiskundig weergegeven. Je hoeft die allemaal niet van buiten te kennen, maar eigenlijk de stelling van Pythagoras, als je die kent, die staat hier vermeld. Plus de regels van cosinus, tangus en cosinus, cas, SOS, TOA, zijn voldoende om de formules hierop te kunnen toepassen. Onderaan zie je nog eens weergegeven de stroom via het scoopbeeld, dan zogezegd, die eerst maximaal al is. En de spanning komt later, dus de spanning ijlt na. Het vermogen is hier wat kleiner getekend, heeft een andere schaal. Maar anders zou ik hier een vermogen hebben dat veel groter zou zijn. En dan is mijn blad een beetje te klein voor. Maar in ieder geval, wat is belangrijk, dat die eigenlijk een dubbele periode heeft. Ja. Hier hebben we de periode van de wisselstroom en wisselspanning. En we krijgen dus een dubbele frequentie van het vermogen. Hier zie je dus twee voorbeelden van het meest ideaal, condensator en spoel, maar het meest nadelige voor het net, omdat je een even groot positief gedeelte als negatief gedeelte hebt. En het negatief gedeelte willen we niet, dat is het reactief vermogen, daar hebben we niks aan, die energieomzetting. Dat gaat niet toe bijdragen dat we meer kracht kunnen zetten op een machine. Dus het is aan jullie om een keer uit te zoeken wat is nu inductief, wat is nu capacitief. Ja. En de cosinus phi is eigenlijk de verhouding tussen het actief en het schijnbaar vermogen. En dat is hetgene wat we dus met een meettoestel kunnen meten. En dat ons als cijfer een indruk geeft of dat de installatie goed of minder goed is. Wat zijn eigenlijk de gevolgen? Dat gaan we hier uitrekenen. Stel, we hebben een verbruiker van 3500 watt. We zitten in een ideale situatie. De cosinus phi is 1. We krijgen een stroom van 15 ampère. Perfect. Geen enkel probleem. Als voor eenzelfde verbruiker de cosinus phi 0,6 is, door overwegend capacitief of overwegend inductief te zijn, dan zien we dat we de elektriciteitscentrale een stroom van 25 ampère moet aanleveren. Ook de bekabeling, ook de beveiligingen moeten hierop voorzien zijn om dus die 3500 watt te leveren. Het spreekt voor zich dat die enorm veel kosten met zich meebrengt voor de elektriciteitsmaatschappij qua lengte van kabels die een 3 keer diameter moeten hebben en dat ze dat helemaal niet nastreeft en zal trachten te vermijden. Daarom zijn er dus ook boetes voorzien bij zulke verbruikers. Hier is het nog even opgesomd. Dit is de toekomst. Je gaat zelfs ook residentieel een duurdere elektriciteitsfactuur krijgen. En hoe komt dat? Omdat de nieuwe digitale meter heel fijn, heel precies dat gaat kunnen meten. Industrieel is het al zo dat deze belast worden indien ze een zware inductieve of capacitieve verbruiker hebben. En ze worden daarop beboet. Hun elektriciteitsfactuur zal veel groter zijn. Dus bij een residentiële meting gaan we nastreven dat we een optimaal verbruik hebben in de toekomst. Dit opent nieuwe perspectieven
We zullen als elektrotechnicus zelfs ook residentieel heel wat complexere situaties voorstaan. Vooral omdat we binnenkort te maken krijgen met een nieuwe digitaal kilowattuurmeter. Hoe kunnen we zelf of als eindklant, als gebruiker weten of dat onze toestellen in orde zijn? Er zijn in de handel heel eenvoudige kosmosfiemetertjes of vermogenmetertjes ter beschikking die ons in staat stellen om daarvan een aflezing te maken. En op die manier te beslissen of dat onze verbruiker in orde is of niet. Dus we willen het blind vermogen of het actief vermogen reduceren. Inductief door capacitief vermogen compenseren. Dus we hebben zowel inductieve als capacitieve verbruikers residentieel. Een batterij die we opladen is capacitief verbruik. Zonnepanelen stelt zich ook als een capacitief verbruiker voor. Een mixer of een boormachine die we gaan gebruiken, daarentegen is een inductief verbruiker. Let op, LED-verlichting staat hier ook tussen. Er is nog een andere speciale vorm, maar die gaat ook reageren op het net. Ja, gelukkig is het verbruik niet groot, maar als je heel veel LED-lampen schakelt, dan ga je ook zien dat je daar ook een bepaald soort van vermogen gaat krijgen dat we eigenlijk niet willen. Het blind vermogen bij een LED-verlichting of een gloeilamp is veel anders. Hoe gaan we dat compenseren als laatste? Dus hier zie je het nog eens een keer. We hebben hier bijvoorbeeld een zware inductieve verbruiker. We gaan dat compenseren door daar capaciteit bij te plaatsen. We hebben daarentegen een capacitieve verbruiker. U bent met uw zonnepanelen door de zon enorm veel elektrische energie aan het produceren. Dan ga je dat kunnen compenseren door spoelen te schakelen. En we streven na dat we dus een resistieve situatie hebben.